Ja, welkom bij deze nieuwe marktupdate vanuit onze trading room in Aerdenhout. Ik heb besloten om mezelf dit keer niet in beeld te brengen. Jullie weten hoe ik eruit zie en het kost allemaal ruimte, waardoor de slides wat minder goed zichtbaar zijn. Gelukkig zien we brede herstel in de markt. Dat werd ook duidelijk na het maandbericht. Vorige maand een maandrendement van ruim 5%. Year to date staan we gelukkig ook weer op winst. En er is nog steeds sprake van positieve instroom. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant op. We zien natuurlijk goud heel sterk aan het stijgen. Eigenlijk sinds eind vorig jaar van 1800 naar zo'n 2700 dollar per ounce. We zitten nu even tijdelijk in een wat kleinere correctie. Deze beweging lijkt heel erg op die we hebben gezien in 2020 na de coronacrash. Daarna vier zijwaarts, maar nu dus die hele sterke rally voor goud. En dat gaat ervoor zorgen dat de Q3-cijfers van de goudproducenten waarschijnlijk zeer goed zullen zijn. En die kunnen we de komende weken verwachten. Ja, waarom zijn die cijfers goed? Omdat de marges sterk stijgen. Hogere goudprijs, veel hoger dan de afgelopen jaren. Fors hoger dan de afgelopen jaren. En lagere olieprijzen, lagere energieprijzen zorgen ervoor dat die marges nu ruim boven de 800 dollar per ounce liggen. En dat maakt natuurlijk het verschil. Breder herstel, dat zien we ook terug in de Toronto Stock Exchange Venture Index. Dat is eigenlijk onze belangrijkste benchmark. De CDNX, dat is het stoksymbool. En hier zijn die paar duizend exploratiebedrijven in Canada beursgenoteerd. En wat we hebben gezien, hele sterke stijgingen 2020 na de coronacrash. Daarna hele zware correctie opnieuw, die 3 jaar heeft geduurd. Maar nu zien we echt een uitbraak uit die dalende trend. Het enige wat nog mist is fors hogere handelsvolumes. Want als we kijken naar die handelsvolumes, dat zien we bijvoorbeeld hier in de grafiek van de GDXJ, het kleine broertje van de GDX, dat is de ETF voor de junior goudproducenten. Dan zie je eigenlijk dat de rally in 2016, de eerste groene cirkel, de rally in 2020, tweede groene cirkel, met veel hogere volumes gepaard gingen. En nu de huidige rally, die begint nog maar net een beetje op gang te komen en de volumes ontbreken nog. En ik denk dat die hogere winstcijfers, de Q3-cijfers, ertoe gaan bijdragen dat meer beleggers onze sector gaan ontdekken. Wat hoopvol is, is dat we bij de kleinere bedrijven, de exploratiebedrijven, hele forse uitslagen zien. Er is eigenlijk elke dag wel één of twee die double digit aan het stijgen zijn. Dit zijn trouwens de dagwinsten. Van volgens mij vorige week donderdag van de drie grootste posities. Hercules Silver herstelde 22% in één dag. Het is maar liefst 4,3% van onze portefeuille. Sitka Gold, verantwoordelijk voor goudontdekking in de Yukon, steeg 3,7%. Of steeg maar liefst bijna 12%. Dat is 3,7% van onze portefeuille. En de derde grootste positie is een zilver ETF. De Junior Silver Miners, die steeg 4%. Ruim 4% op één dag. En ik wil eens even inzoomen op de eerste twee Hercules Metals. Heette vroeger Hercules Silver, omdat ze ooit al 150 miljoen ounces zilver hebben ontdekt in Idaho. Deden vorig jaar in oktober een grote koper-goudontdekking. Ze vonden een porphyry. En die waren nog niet eerder gevonden in Idaho. Dat zorgde voor een explosie van de prijs. Wij kochten onze eerste aandelen voor 37 cent oktober vorig jaar. En Barrick Gold kwam binnen een paar weken als grote aandeelhouder binnen. En betaalde meer dan een dollar per aandeel. Nou, de afgelopen maanden zijn ze begonnen met een nieuw boorprogramma. Beleggers zijn altijd een beetje, ja, die hebben weinig geduld. Dus die begonnen aandelen te verkopen omdat ze nog steeds geen nieuwe boorresultaten hadden gezien. Nou, die kwamen afgelopen week. En zorgde ervoor dat Hercules Metals heeft nu een waardering van 150 miljoen. En als waar is wat Barrick denkt dat daar ligt, dan zou dit bedrijf heel makkelijk kunnen stijgen naar een waardering van 1 miljard of meer. Waarom? Omdat ze vinden een zone die is nu 55 meter dik, van 1,5% koper, relatief dicht bij de oppervlakte, 200 meter diep. En die zone in boorgat 2408 is een bevestiging van wat er werd gevonden vorig jaar in 2305, dat was die hole waardoor de hele wereld wakker werd geschud. En Barrick besloot dus die investering te doen. Ze hebben inmiddels aangetoond dat die enrichment zone, waar al dat koper ligt, wat hoogwaardige koper ligt, dat die
meer dan een kilometer doorloopt. En ook op diepte wordt er nu koper gevonden. En daarmee wordt toch wel duidelijk dat dit een heel groot koper-goudsysteem is. Als je naar die enrichment blanket kijkt en je maakt daar vanaf bovenaf, teken je een enrichment zone in, dan zie je eigenlijk dat het bedrijf inmiddels door meerdere boorgaten weet dat die enrichment zone inmiddels 1,5 kilometer bij 1,1 kilometer is. En dat is iets wat een bedrijf als Barrick wil zien. Nou, rechts zie je dat er ook nog heel veel geboord kan worden. Inmiddels zijn de permits, de vergunningen binnen om ook daar te gaan drillen. En volgens Hercules lijkt het erop dat dit systeem 6 bij 6 kilometer groot is. En wat we hebben gezien het afgelopen jaar is dat hele grote bedrijven zoals Rio Tinto en Barrick rondom het grondgebied van Hercules zijn gaan steken, zoals dat heet. Ze hebben grote claims op het gebied gelegd om daar te mogen gaan exploreren, mogen gaan drillen. En als je daar wat vindt, dan mag je het zeg maar houden. Nou, we hebben dus een groot belang genomen in Hercules. In het midden van deze kaart, waar we meer dan 4% van het bedrijf bezitten. En Scout Discoveries is nu nog een privébedrijf, maar gaat volgend jaar naar de beurs. Daar hebben we ook een 7% belang in, want het is inmiddels duidelijk dat bij Scout ook een deel van het systeem ligt. Nou, dit is een van de vele voorbeelden van situaties waarin wij geld hebben geïnvesteerd, omdat duidelijk is dat er sprake is van een grote nieuwe ontdekking. En als Barrick gelijk krijgt, dan gaat dit bedrijf nog heel veel meer waard worden. Barrick heeft vorige week een zogenaamde town hall meeting georganiseerd in een dorpshuis in de buurt van die ontdekking om de lokale bevolking te informeren wat Barrick daar aan het doen is. En tot mijn grote verbazing kwam de grote baas, de Vice President Exploration North America van Barrick. Ze waren er maar met liefst 5 geologen op die bijeenkomst vertellen dat de huidige staking rush in Idaho de grootste is in 30 jaar. De vorige was rondom een di belangrijke diamantontdekking in Arctisch Canada in de jaren 90. Uit zijn verhaal, je kan het op YouTube vinden, werd duidelijk dat Barrick dit heel, heel erg serieus neemt. En when it's good enough for Barrick, it's good enough for us. Hij liet onder andere deze slide zien, waarin duidelijk wordt dat zij inmiddels spreken over een porphyry belt in Idaho. Idaho was nog nooit een koper porphyry gevonden. En Barrick denkt nu dat daar een cluster van porphyries moet liggen. En dat verklaart waarom Barrick all over dit project is. Ze gaan zelf drillen vanaf 2026 op hun eigen grond, maar zijn dus partner van Hercules en hebben al aangegeven meer geld beschikbaar te hebben mocht Hercules dat nodig hebben. Nou, die andere situatie waar ik even op in wilde zoomen is Sitka Gold. Sitka Gold verantwoordelijk voor een grote goudontdekking in de Yukon. En die is al een paar honderd procent gestegen sinds de zomer. Heeft nu ook een marktkapitalisatie van zo'n 150 miljoen. Maar geloof me, als deze goudontdekking verder wordt uitgebreid en wordt bevestigd, is ook dit een situatie waarbij je een run richting de 500 miljard of zelfs 1 miljard kan verwachten. Want de vergelijkbare goudontdekking, de Snowline Gold, een paar jaar geleden, leverde zo'n snelle run richting 1 miljard op. Wat is er aan de hand? Sitka laat in verschillende nieuwe boorgaten heel veel zichtbaar goud zien. Visible gold, dat is vrij zeldzaam. En dat visible gold wordt op verschillende delen van het project gevonden. De laatste resultaten kwamen van het Ross Gobel project, wat je beneden ziet, waar de eerste 2 boorgaten dus zichtbaar goud opleverden. En dat is 5 kilometer ten zuiden van het Blackjack Deposit, waar al meer dan 1 miljoen ounce goud is aangetoond. En ook daar wordt veel zichtbaar goud gevonden. En dit is een bewijs dat dit een heel rijk systeem is. En Sitka Gold heeft dat helemaal in handen. 2 jaar geleden heb ik het project zelf bezocht en werd rondgeleid door Mike Burke. Mike Burke werkte altijd voor de overheids Geological Services in de Yukon. Hij is na een carrière van enkele decennia overgestapt naar de private sector en is nu dus bij Sitka Gold verantwoordelijk voor deze ontdekking. En als er iemand is die weet waar je in de Yukon wat interessants kan vinden, dan is hij het. En zijn visie is nu helemaal aan het uitkomen. We hebben toen de boorinstallaties bezocht.
Dit lijkt een zeer afgelegen gebied, maar eigenlijk niets is minder waar. Ja, er wonen geen mensen, maar dat geldt eigenlijk voor de hele Yukon. Er wonen maar 40.000 mensen in de Yukon. Je kan hier met een auto naartoe rijden. Het is maar 2 uur van Dawson. En daarbij zijn dus de situaties, de omstandigheden, de infrastructuur, de locaties veel beter dan die bijvoorbeeld bij Snowline Gold. Nou, kijken we even naar die boorresultaten. Dit zijn dwarsdoorsneden van de aarde. En dan zie je dat de eerste 2 boorgaten bij het Ross-Gobel-project meteen veel zichtbaar goud opleverde. En dat lijkt heel erg op de boorresultaten van dat project 5 kilometer naar het noorden, waar ze ook veel zichtbaar goud vonden. En als je dat visualiseert, kijk naar de foto's van dat zichtbare goud. De linker 2 kolommen is van de nieuwe ontdekking 5 kilometer zuidelijker. De rechter kolom zijn de foto's van het zichtbare goud 5 kilometer noordelijker. En dan zie je dat lijkt sprekend op elkaar. Dus er is sprake van een groot gemineraliseerd systeem. En daardoor is die koers van Sitka dus zo omhoog geschoten. Nou, tot zover 2 voorbeelden van aandelen in onze portefeuille. Grote posities die op dit moment een mooie beweging laten zien. En dat verklaart dus het bredere herstel in onze portefeuille. En we gaan er een beetje van uit dat dat de komende tijd zich voort gaat zetten. Tot zover deze update. Bedankt voor het luisteren.